Het is dinsdag 16 februari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Schaatswedstrijd redt het leven van een gezin. Dorpsleven in de Alblasse Waard te zien op unieke beelden. En pastors en schrijer tegen het licht gehouden door communicatieadviseur. Blikken we vast vooruit naar het weer van morgen. Het Aldus. Woensdag begint de dag met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking alweer toe. En in de middag van het zuiden uit krijgen we te maken met sneeuw of regen. Het zal waterkoud aanvoelen. Temperaturen een aantal graden boven het vriespunt. Het volgen van Olympische Winterspelen is voor een gezin uit Hardingsveld-Giessendam hun redding geweest. Afgelopen nacht werd de familie Muilwijk opgeschrikt door vlammen die onder de nok van hun monumentale woonboerderij vandaan kwamen. Omdat ze met z'n vieren voor de buis zaten, hadden ze de brand snel in de gaten en konden het huis verlaten. De woonboerderij met Riek de Dak ging volledig in vlammen op. Dit is Ballof van mijn vriend van mijn carbonen racefiets. Dus niks meer van over. Twee bidon ouders en dat was overschot. Als echte schaatsliefhebbers zaten Marco en Corné Muilwijk afgelopen nacht met hun ouders voor de televisie toen vlak onder het rieten dak van hun huis brand ontstond. Met brandplussers probeerden ze de vlammen nog uit te maken, maar te vergeefs. Met de keer dat je omkeek zag je gewoon de vlammen dwars door het dak heen komen, ruiten eruit springen, alles. Het monumentale pand was de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Maar ook de brandweer kon niet voorkomen dat het houten huis tot de grond toe afbrandde. Waarschijnlijk is dat ergens onder de kap begonnen. Dus dat betekent dat die brand zich dan heel snel uitbreidt vanwege die traditionele rieten kap. En ja, dat is ook gebleken, want binnen korte tijd stond het pand dus van voor tot achter in brand. Heb je iets kunnen redden? Nee, niks. Nee. Er is helemaal niks meegenomen. Nee. Eén arm met mijn werkjassen die aan de kapstok hingen bij de deur. En dat is alles. In mei gaat de 27-jarige Marco trouwen. Maar al zijn spullen voor het samenwonen heeft hij niet meer. Heel onze inboel die stond hier. Omdat we hadden de ruimte hierachter. Alles stond er. Voor mij, we moesten alleen nog een droogmolen. En dat is ook allemaal weg. Het grote geluk voor de familie Muilwijk is dat ze naar de Olympische Spelen aan het kijken waren. En niet op bed lagen toen de brand ontstond. Anders hadden we wellicht alle vier geslapen. Ja, dan weet je nooit hoe laat je erachter komt. Dan weet je nooit wat er wel kan gebeuren, wat er niet kan gebeuren. We beseffen het ook wel dat we hier nog met z'n vieren zijn. Dat had ook anders gekund. Maar ja, als je dan weer rondkijkt en je weet wat er hier vergaan is. Het was een monumentaal pand wat mijn ouders en ons gezin in 10 jaar tijd helemaal gerenoveerd hebben. Van een bouwval tot een prachtig monument. En het is weer helemaal weg. En dat is, doe gewoon zeer. Voorlopig kan de familie Muilwijk in een leegstaand huis vlakbij hun eigen afgebrande pand terecht. En buren en bekenden hebben al verschillende meubels voor hen ingezameld. De politie heeft bij een fruithandel in Rotterdam-Spaanse Polder voor honderdduizenden euro's aan cocaïne gevonden. De drugs zat verstopt in een lading bananen. De drugs werden ontdekt nadat 3 mannen de groothandel aan de groothandelsmarkt hadden overvallen. De eigenaar van de groothandel wilde niet voor de camera, maar deed wel zijn verhaal voor Radio Rijnmond. Ze kwamen via een busje achteruit gereden naar binnen. En zo werd een van onze jongens van het veegmachientje getrokken met een pistool op zijn hoofd naar binnen. En wij moesten op de grond gaan leggen en ze wilden bananen, bananen, bananen. Dus... Ja, het is wel duidelijk, ze komen niet voor bananen natuurlijk. Nee, zeker niet. De mannen gingen er zonder buit weer vandoor. De politie vond vervolgens in de loods diverse dozen bananen met daarin pakketten cocaïne. Ook in dozen bananen die al waren verkocht bleek kook te zitten. Nu vandaag weer komen er weer mensen voor die specifieke bananen. En ja, mijn verhaal is gewoon, ik wil het uit de wereld hebben dat het hier nog is. Want de politie heeft het in beslag genomen. Het architectenbureau van Rem Koolhaas, OMA, mag het nieuwe stadskantoor van Rotterdam bouwen. Met deze beslissing van de rechtbank in Rotterdam dinsdag werden de bezwaren van 4 concurrerende architecten over het ontwerp afgewezen.
De verliezers, die net als OMA hadden meegedaan aan een ontwerpwedstrijd, hadden in een kort geding gevraagd om een herbeoordeling van alle ontwerpen. Volgens de klagers was de procedure niet eerlijk verlopen. Bovendien was de inzending van OMA naar hun mening niet geldig, omdat het gebouw niet binnen het gestelde budget zou kunnen worden gebouwd. OMA bestreed dat tijdens de zitting en stelde dat de kritiek op het ontwerp getuigde van een schrijnend gebrek aan kennis over het ontwerp. De rechtbank ging mee met de argumenten van het kantoor van Rem Koolhaas en wees de bezwaren van de vier andere architecten af. Het treinverkeer rond Rotterdam is vandaag korte tijd gestremd geweest vanwege een brand in een locomotief op station Blaak. De trein werd ontruimd, er vielen geen gewonden. Om 10:15 vanmorgen kreeg de brandweer een melding van rookontwikkeling op NS-station Blaak. Terwijl de sneltrein Breda-Amsterdam stilstond bij het perron, ontstond kortsluiting in de locomotief. De verlichting ging uit en toen werden we allemaal uitgestuurd. Er was rookverschijnselen. En naar de rand is gezegd dat er in de motor brand was. Ik dacht gelijk aan België. Ik denk, dat kan toch niet? Maar toen ging het licht weer aan. Toen ging het licht weer aan en toen zaten we daar. En een heleboel mensen kwamen allemaal uit. En de machinist die kwam en eruit. En toen moesten we er allemaal uit. Reizigers moesten met de metro verder naar Centraal Station. Tegen 12:00 kwam het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid weer op gang. Over de oorzaak van de kortsluiting is nog niets bekend. Liefhebbers van die goede oude tijd kunnen deze week terecht in het Hof in Dordrecht. Erfgoedcentrum Diep vertoont elke dag oude zwart-wit films over allerlei dorpen in de Alblasserwaard. De films dateren bijna allemaal uit de jaren 60 van de vorige eeuw en geven een goed beeld van het dorpsleven in die tijd. De films die deze week te zien zijn, werden gemaakt in onder meer Groot-Ammers, Hardingsveld-Giessendam, Sliedrecht en Nieuwpoort. We zien het leven op straat, we zien de boeren, we zien mensen met, of kinderen eigenlijk met bokkenwagens rijden. We zien een aanloop naar de verkiezingen van 1963. We zien wat feesten. De oudste film is die uit Sliedrecht, in 1954 gemaakt door Jan Willem Adolfs. Een zakenman die tussen 1949 en 1970 in heel Nederland het dorpsleven filmde. Hij kwam een paar dagen van tevoren met een wagen, reed hij door het dorp heen om iedereen te mobiliseren en te zorgen dat iedereen buiten was. En het liefst had hij vrouwen die kleedjes klopten en gewoon de dagelijkse bezigheden buitenshuis hebbende, die filmde hij. De voorstellingen zijn populair. Mede omdat de films goed laten zien hoe sterk Nederland in ruim 40 jaar is veranderd. Je komt weer in die oude sferen, weet je wel, van vroeger. Dat is juist leuk is daarvan. De mensen zijn lekker slank, hè. En nu moeten ze gaan kijken, als ze nou die film zo maken, dan zijn ze allemaal dik. En weet je wat mij nou zo erg opviel? Dat al die kinderen strikken droegen. En dat ze zo allemaal een korte broek. En dat er zo erg rustig is op de weg. Geen verkeer nog en zo. Allemaal vrolijke mensen. Wel alles ouderwets en zo, maar ja, ik vind het fantastisch. Het erfgoedcentrum heeft in de loop der jaren duizenden filmpjes verzameld over de streek. Maar er kan nog meer bij. Dus wie nog oude filmrollen op zolder heeft liggen, mag die inleveren. U krijgt de beelden gerestaureerd weer terug op DVD. En de films over de Alblasserwaard zijn deze hele week nog te zien. Overdag in het Hof in Dordrecht. En een langere versie van deze reportage vindt u op onze website rijnmond.nl. De Kapelse gemeenteraad heeft gisteravond toch besloten dat plannen voor de nieuwbouw van het IJsselcollege in het gebied Kouwenhoek komt. Er komt overleg met de omwonenden over de juiste plaats voor de school, de geplande woningbouw en sportvelden. Wijkbewoners protesteerden tegen de plannen. Ze zijn bang voor verkeersoverlast en het verdwijnen van groen. De raad ging ondanks de protesten toch akkoord met de plannen. Flatgebouwen zijn vaak niet de mooiste gebouwen. Het zijn kolossen, pakhuizen voor mensen. In ieder hokje in zo'n flatgebouw spelen zich totaal verschillende levens af. Elk huis heeft zijn eigen verhaal. Deze anonimiteit versus de verbondenheid inspireerde de Vlaardingse kunstenaar Frans de Winter. De kunstenaar en zijn maskers. Het zijn afgietsels van gezichten van flatbewoners uit de Vlaardingse hoofdstedenbuurt. Hij kent ze, stuk voor stuk. Dit is Boyd Remmerswoon. Zijn vader zit nog ergens in die steunboom. Hier hebben we Esther Frank.
En dit is Dennis. Ik weet dat hij de vader is van Daniek en Quint. Die heb ik hier ook ergens liggen. Maar als ik even nadenk, dan ken ik ze allemaal wel bij naam. Waar draait het om? 50 bewoners hebben een afgietsel van hun gezicht laten maken. Op familieleden na kennen ze elkaar niet. De kunstenaar wil de maskers uiteindelijk in een cirkel tussen de flats plaatsen. Ik wil laten zien dat achter die deurbel, die er allemaal hetzelfde uitzien, echte mensen wonen in allerlei variëteit. Het wonen in een flatgebouw, buren kennen elkaar vaak niet eens, laat staan elkaars wel en wee. Het kunstproject slaat dan ook aan. In ieder geval dat je allemaal toch ook bij elkaar gebracht wordt. Dus dat, ondanks dat je elkaar niet zo vaak ziet, dat je dan toch iets hebt van al die gezichten en al die mensen, verschillende mensen. Dus dat is natuurlijk het allerleukste om ook te zien. Het gieten van de maskers vraagt veel geduld. Er wordt begonnen met een siliconenlaag. En dat neemt alles mee. Iedere porie, iedere rimpel. Alles is te zien. Het gevoel kan benauwend zijn, maar ik stel voor dat je het zelf even uitprobeert. Zo. Nou ja, is goed. Ja, is goed. Ja? Ik ga wel zitten. Oké. Okay. Nou, morgen is dus eindelijk eens iemand die mij de mond weet te snoeren. Nu is geen liedje over de liefde, maar gewoon lekker klagen over van alles. De bus die te laat komt, de trappen van de koopgoot die je niet bevallen, of je naaldhakken die tussen de straatstenen verziekt worden. In heel de wereld zijn ze te vinden, klaagkoren. Inwoners van steden die een klachtenlied maken en dat voordragen. In Rotterdam vinden we een koor op Noord en een koor op Zuid. Koor Zuid repeteerde gisteren. We gaan beginnen. We hebben een paar coupletjes gemaakt en we hebben het intro-muziekje hebben geoefend. En ik heb wat coupletjes bijgemaakt. En ik heb een refrein gemaakt. Dus er is eigenlijk al heel veel gebeurd. In grote lijnen is het zelfs, kun je zeggen, is het bijna af. Iemand heeft in mijn voortuin geboekt. Ten 23 is altijd te laat. Het koningshuis is veel te duur en de trap van de kokot is waardeloos. Hoe is het om mee te doen? Nou, heerlijk. Het is klagen en veel lol. 1, 2, 3. Als ik zorgens uit de tram stap, als dat mensen op me af. Verbrand ik door mijn hete koffie, hak er vast in schouderpijn. Nou ja, gewoon zingen en klagen tegelijk. Dat is echt heel leuk. Je kan thuis gewoon ook verder gaan met zingen en klagen. Wat is uw klacht die in het lied opgenomen is? Dat er te veel mensen zijn die klagen. Hé, hey, die staat er helemaal niet in! Klaag, 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 klaag in ziekte. Wow, wow. Ik wil nu een leuke baan. Zijn er nou nog klachten niet door de commissie gekomen? Nou, eigenlijk, volgens mij hebben we hier eigenlijk alle klachten toch wel... wel erin in verwerkt, of niet? Ja. Maar het is niet zozeer dat die niet gekozen werden, maar je moet gewoon een keuze maken. Soms liggen ze heel dicht bij elkaar. Wat is nou typisch Rotterdam-Zuid? Tram 23, denk ik, die rijdt in Zuid. Ik rijd nooit met de tram, ik weet het niet. Alle ik gedrag. Woensdag 3 maart is de dag dat er wordt opgetreden met de twee klaagkoren in Rotterdam. Vanaf 3 uur op het Zuidplein en later bij tent in de Witte de Witstraat en op de trappen van het stadhuis. Vanaf vandaag kijken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam lijkt het dit keer opnieuw een nek-aan-nek race te worden tussen PvdA en Leefbaar Rotterdam. Een strijd tussen Marco Pastors en Dominique Schreier. Boosaardig en hard, tegenover vriendelijk en zalvend. Communicatieadviseur en politiek verslaggever Ton Planken analyseert beide lijsttrekkers. Look.
maar zorgen dat de PvdA zo klein mogelijk wordt bij de volgende verkiezingen? De samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam is dus onmogelijk geworden. Nou, Partij van de Arbeid is in het algemeen heel onbetrouwbaar in zijn uitspraken en ik verwacht dat ze dat hier ook zijn. Nou, Schreyer is typisch een bestuurlijke technocraat, hè, die heel technisch naar zaken kijkt en voor de rest de kool en de geit zit te sparen en daar weinig uitdrukking in brengt, behalve dan dat hij daar opgewekt zit te wezen. Hij zou eens wat gewoner moeten praten en wat minder de kool en de geit moeten sparen. En Marco Pastas, die op zich wel heel duidelijk overkomt, die zou wat minder chagrijnig moeten doen. Kijk, het allerbelangrijkste van Leefbaar Rotterdam is zorgen dat die traditionele partijen een kopje kleiner worden. Dit is niet normaal. En ik denk ook dat het ontoelabel is en dat Marco ook op zijn woorden moet terugkomen. Mensen hebben een hekel aan ruzie, mensen hebben een hekel aan gehakketak. Dus dat moet je ook niet doen. En dat vertaalt zich ook op een gegeven moment in hele kleine kleinigheden. Bijvoorbeeld, is de veiligheid nou toegenomen in deze stad? Nou, dan zegt hij, ja, maar toen zaten we op 6,3 of 6,9 en we zijn naar 7,3 gegaan. Allemaal flauwekul natuurlijk, dat zegt die kiezer toch helemaal niks. Over 4 jaar willen we eigenlijk iedereen die een uitkering heeft, een bijstandsuitkering, niet thuis op de bank, niks doen, maar gewoon lekker aan de slag. Het is het jatwerk, maar wel het betere jatwerk. Dus als de PvdA meer van dat soort goede ideeën heeft, dan willen we misschien wel met ze in een coalitie. De kiezers in Rotterdam, die weten nou van huis uit sinds Pim Fortuyn dat de Partij van de Arbeid toch hun erfvijand is, hun electorale vijand. En je moet dat beeld niet verwarren. Dus het is ook heel onverstandig van Marco Pastas geweest dat hij heeft gezegd, nou, misschien kunnen we toch wel met de Partij van de Arbeid samen regeren na de verkiezing. Niet doen, het gaat niet goed werken. Wij willen toch een Rotterdam waar de toekomst als Rotterdammer niet bepaald wordt door je afkomst, maar door je eigen inzet. Een stad waar iedereen meetelt, maar ook meedoet. Ja, alleen voor Rotterdam heeft echt een andere visie. Dit is ons verkiezingsprogramma. Heeft die partijprogramma's bekeken? Zit er heel veel verschil tussen beide partijen? Ja, er zit wel verschil in, maar ik durf te zeggen dat zeker 70% hetzelfde is. Alle concrete maatregelen van hoe pak je misdaad aan, hoe ga je het onderwijs aanpakken enzovoorts. Nou, dat lijkt als twee druppels water op elkaar. Nou, het lijkt behoorlijk op elkaar. Alleen de Partij van de Arbeid is zoals gewoonlijk weer wat ingewikkelder en duurder. Iedereen in deze stad kan rekenen op een leefbare en veilige wijk. Dat is een links thema, dat is geen thema meer van Leefbaar Rotterdam. Maar er zit wel toch een principieel verschil in, omdat op een gegeven moment Leefbaar Rotterdam veel harder wil ingrijpen, zich veel minder gelegen laat liggen aan privacy en dergelijke zaken. En daar ongetwijfeld de handen voor op elkaar krijgt bij een groot deel van de bevolking. Maar het is wel een verschil. Dus wat dat betreft is het de vorige keer gewoon heel goed gegaan. Er ging alleen één ding mis en dat is dat de PvdA net iets groter werd. Maar dat zal deze keer niet gebeuren. Wie gaat er winnen eigenlijk? Leefbaar. Onvermijdelijk. Ja, die gaan ruim winnen. Ruim winnen. En de Partij van de Arbeid krijgt ongelooflijk op zijn falie. Politiek, het is af en toe net poppenkast. Zie het nationale verkiezingsdebat van gisteravond. Zie alle confrontaties van de afgelopen 4 jaar in de Rotterdamse Raad. Wij hebben voor de komende verkiezingen aan poppentheatermaker Wim Noordergraaf gevraagd om zijn satirische visie te geven. Hier is de politieke poppenkast. Shalali, shalala, shalali, shalala, stem, tante, pardon, u moet iets doen dat rijmt. Shalali, shalala, wat rijmt erop, ah? ChristenUnie, nee, ik dacht het niet. Wacht even, er wordt gebeld. Hallo, wie is daar? Het is de pastoor. Hij komt vragen of u op hem wilt stemmen. Pastoor? Ja. Is die katholiek? Dacht het wel, ja. Ik heb het niet zo op katholieken. Katholieken doen het met kleine jongetjes. Bah, de paus zegt het zelf ook. Ik zal het even doorgeven. Meneer de pastoor, mijn tante wilde nog even over... wat zegt u? Oh ja, het is niet de pastoor. Het is Pastors van Leefbaar. Hij heeft Pim nog gekend. Pim? Die had toch ook iets met kleine jongetjes? Ja, maar nu is die van Leefbaar. Of u op hem... Die pastors is anders wel een flinkert. Die gooit de lat er wel overheen in Hoek van Holland. Die mept dat tuig van de ene hoek en naar de andere hoek van Holland. Tante, er komt er een. Abu Taleb Kale Eikel Abu... Pardon voor het oponthoud. Abu Taleb Kale Eikel Abu Taleb... Meiboom, Meiboom.
boom, Abu. Mijn boom, aan de bak. Kale eikel. Hij wilde er niet over praten, hè? Hij wilde er niet over praten. Het zijn de... strontrellen. Sorry. Hallo, meneer Pastors. Bent u er nog? Tante moet er even over nadenken. En morgen in ons verkiezingsblok aandacht voor fusies tussen gemeenten en een nieuwe aflevering van de Politieke Poppenkast. Sluiten we af met de weersverwachting, Ed Aldus. Ja, we beginnen natuurlijk weer met een fraaie winterse plaat. En het is even schrikken van zo'n grote ooievaar. Maar gelukkig in het echt is die natuurlijk een heel stuk kleiner. Het valt overigens op, beste kijkers, dat die ooievaar zich de afgelopen tijd goed laat zien. Vorige week kreeg ik zelfs een aantal foto's binnen van een ooievaar die gewoon door een wijk wandelde. Wellicht toch wel op zoek naar voedsel. Maakt u ook mooie weerfoto's? Stuur ze in naar het welbekende e-mailadres weerfoto@rijnmond.nl. Nou, bij ons vandaag ruime tijd bewolking en af en toe viel er sneeuw. Hier en daar zelfs dan toch nog ruim een centimeter. Temperatuur een aantal graden boven het vriespunt. En vanmiddag van het zuiden uit klaarde het op en bleef het droog bij een koude zuidenwind. Nou, vanavond en vannacht is het vrij helder en koud met veel plaatsen matige vorst. Temperaturen zakken naar omstreeks min 5, maar lokaal boven de sneeuw kan het makkelijk 7 graden gaan vriezen. En dan morgen overdag, ja, dan krijgen we eerst te maken met wat zon, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. En woensdagmiddag van het zuiden uit krijgen we te maken met sneeuw of regen bij temperaturen van zo'n 2, 3 graden boven nul. En de wind is matig uit het oosten tot zuidoosten. En dan na morgen, nou, hebben we niet meer te maken met van die hele koude nachten, 's nachts temperaturen rond het vriespunt. Maar dat geldt natuurlijk wel gevaar, want rond het vriespunt, en dat betekent dat het hier en daar glad kan worden door bevriezing van natte weggedeelten. Soms valt er nog wat regen of een natte sneeuwvlok. De temperaturen overdag, nou, ruim boven nul, 4, misschien wel 5 graden. En in het weekend ook weer wat zon. En dit was Rijnmond Nieuws van dinsdag 16 februari. Ik wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.